ben Björn van het restaurant Het Theehuis in Tilburg. En wij gaan vandaag een aardappelsalade maken met nieuwe aardappelen van de stadstuinderij. Deze vroege aardappelen hebben we als pootaardappel in maart gepoot. En deze zijn vanaf nu oogstbaar. De late aardappelen worden normaliter wat later gepoot, medio april. En ze hebben een langer seizoen nodig en worden geoogst vanaf medio september. We gaan nu de eerste aardappel van het seizoen rooien. Belangrijk bij het rooien is dat je van de plant afsteekt, omdat je anders veel aardappels raakt en doormidden steekt. Dus we steken zo ver mogelijk van de plant af. Hukkelen een keer. Aan deze kant de andere kant. Hukkelen een keer. Proberen onder het gewas te komen. En daar zijn ze. Dit is het resultaat van de allereerste gestoken plant. En ik denk dat we niet mogen klagen. De vroege aardappels zijn ten opzichte van de late aardappelen korter te bewaren. Dat komt vanwege de dunnere schil. Nog een tip voor de mensen thuis die aardappels willen telen. Geef ze de ruimte. Zet ze ruim uit elkaar. Anders zijn ze zeer bevattelijk voor de enge aardappelziek. Meer informatie over dit onderwerp kun je altijd vinden in de bibliotheek. Hiervoor hebben wij nodig mosterd, truffeltapenade, mayonaise, een verse truffel, die bewaren wij in rijst, zodat het vocht uit de truffel niet aan kan tasten en eruit wordt gezogen. Hardgekookte eitjes, kervel en bieslook. En natuurlijk onze aardappelen. We pakken de aardappels, die schillen we. We hebben de aardappels geschild. En dan gaan we die in kleine blokjes snijden van ongeveer een halve centimeter breed. Hier houden we ongeveer 100 gram van apart. En die spoelen we even in koud water totdat de zetmelen niet meer in het water opgenomen worden. En de rest doen we in een pannetje. En koken we beter gaar. Dan gaan we de eiercreme maken. Hiervoor hebben we nodig hardgekookte eieren. Die halveren we. Dan halen we het eigeel eruit. Dat doen we in een zeefje. Deze wrijven we door de zeef heen met een lepel of een spateltje, maar net wat je in huis hebt. Hier voegen we 2 eetlepels mayonaise aan toe. Een half theelepeltje truffeltapenade. Peper en zout en mengen we met elkaar. Dan houden we de eieren nog even apart en die spoelen we nog even schoon na, zodat ze er helemaal schoon uitzien. Ja. Ondertussen kijken we even hoe dat met de aardappels gaat. Halen we er een blokje uit. Kijken of die al gaar is. Hij is gaar genoeg. Dan kunnen we de aardappels afgieten. Die gaan terug in het pannetje en die stomen we nog heel even droog, zodat het meeste vocht verdampt is. Het meeste vocht is nu van de aardappels verdwenen. Ze zijn bijna helemaal droog. Laat hem verder afkoelen tot de kamertemperatuur en dan kunnen we verder. Dan heb ik hier wat kruiden, die hakken we even fijn. Die komt uiteindelijk door onze aardappelsalade heen. Doen we in een kommetje onze gehakte kruiden. Peterselie, bieslook, klein beetje kervel.
en crème fraîche. Een beetje peper. Zout. En nog een theelepeltje truffeltapenade. En voegen we toe aan onze aardappels als de grootste hitte er vanaf is. Pak een pannetje voor onze aardappelgarnituur met een klein beetje olie erin. Een bodempje. Een redelijke bodem. Die zetten we op vuur en laten we langzaam verhitten. Onze aardappelblokjes goed droog gemaakt. Die gaan in het pannetje met olie. En die houden we in beweging. Zoals je ziet zien we nog heel veel luchtbelletjes. Dat betekent dat er nog heel veel vocht in zit. En eigenlijk zodra die belletjes verdwenen zijn, zullen we zien dat de aardappels goudbruin zijn en krokant en al het vocht verdwenen is uit de aardappel. De kaantjes uit de olie. Zoals je kunt zien zijn de meeste grote bubbels eruit verdwenen. Dus we weten dat er geen vocht meer in zit. Dan gaan we verder met onze aardappelsalade. Deze zijn nou lauwwarm. Die gooien we bij onze saus die we hebben gemaakt eerder. Dan kunnen we gaan afmaken. En dan heeft Theo nog een tip voor jullie hoe je het beste de aardappels kunt bewaren die je over hebt. De beste manier om aardappelen te bewaren is in een koele, donkere ruimte, bij voorkeur een kelder, los uitgespreid en beslist niet afgedekt of in plastic gestopt. Dan nemen we de aardappelsalade, die stoppen we in een steekring of een vormpje. En dan hebben we onze aardappelsalade. Voor het hele recept kun je op de site van de lokaal kijken op de Stadstuinderij. Smakelijk!